En dan nu het nieuwsoverzicht van maandag 12 december. Na 41 dagen van stilte heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro afgelopen vrijdag de bevolking toegesproken vanaf het presidentieel paleis in Alvorada. Voor vandaag staat op de agenda dat de Braziliaanse verkiezingsautoriteit de verkiezingen zal certificeren. President Bolsonaro. Verzekerde zijn aanhangers vrijdag echter dat hij de leiding houdt over de strijdkrachten van het land, en hij beweerde dat het leger de kant van het volk zal kiezen nu de verkiezingscertificering van Lula da Silva aanstaande is. De Russische president Poetin zegt teleurgesteld te zijn door de bekentenis van voormalig Duitse kanselier Angela Merkel over de Minsk-akkoorden. Merkel onthulde, dat de Minsk-overeenkomst in 2014 bedoeld was om Oekraïne de tijd te geven zich te bewapenen. Poetin geeft nu aan dat deze onthulling alleen maar aantoont dat het starten van de speciale militaire operatie in de Oekraïne afgelopen februari de juiste beslissing was. Elon Musk heeft afgelopen dagen opnieuw interne Twitter-documenten geopenbaard. In deze delen. Zijn de interne discussies te lezen die geleid hebben tot de verwijdering van Donald Trump. Hij werd op 8 januari 2021 van Twitter verbannen. Het kader voor de verwijdering van Trump blijkt echter al maanden voor de bestorming van het Capitool op 6 januari opgezet te zijn. Journalist Matt Taibbi nam alle documenten tussen oktober 2020 en januari 2021 door. Daaruit blijkt. Dat senior Twitter-werknemers rechtvaardigingen creëerden om Trump van het platform te weren. Ze streefden naar een beleidswijziging voor Trump alleen, los van andere politieke leiders, en het lijkt alsof ze daarbij niet bezorgd waren over de gevolgen van een verbod voor de vrijheid van meningsuiting of de democratie. De documenten onthullen tevens geheime zwarte lijsten en censuur van conservatieve gebruikers. Iets waarvan voormalig Twitter-eigenaar Jack Dorsey zei dat het niet gebeurde. Tijdens zijn bezoek aan Saoedi-Arabië had de Chinese president Xi Jinping diverse ontmoetingen met staatslieden. Zo had hij een uitgebreide bespreking met de Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani. Xi gaf aan dat Beijing Irak zal blijven steunen om zijn nationale soevereiniteit... Onafhankelijkheid en territoriale integriteit te beschermen. Daarnaast zal China de economische wederopbouw blijven steunen, helpen om de industrieën te herstellen, de levensstandaard van de Iraakse mensen te verbeteren en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Xi Jinping had in Riyadh ook een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hij heeft daar zijn steun voor de zaak van het Palestijnse volk uitgesproken. Hij gaf aan dat China de stichting van een Palestijnse staat op de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad steunt. Verder heeft China bekendgemaakt dat het van plan is om de dollar te laten vallen in de oliehandel. In plaats daarvan is Beijing van plan om de yen te gebruiken voor China's energie aankopen. En dan het weer. Vandaag komt er in de ochtenduren hier en daar een misbank voor. Verder wordt het een droge dag en we zien een mix van wolken en zon. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak. De middagtemperatuur komt uit tussen de 0 en 2 graden. In de nacht van maandag op dinsdag gaat het 4 tot 7 graden vriezen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.